Het gaat erom dat wij open willen, dat die verwachting ook is gewekt. En dat er nu toch weer als een duwtje uit een doosje toch weer dermate beperkingen op zitten, dat het gewoon niet te doen is. De horeca- en cultuursector kunnen onder voorwaarden weer open tot 10 uur. Dat is de conclusie van bewindslieden en experts uit het Catshuisoverleg. Verschillende theatermakers reageren opgelucht op deze versoepeling. Toch is Rob Roos, directeur van Theater aan de Schie, niet blij. Kort samengevat, nee. 10 uur in theater dicht is natuurlijk eigenlijk geen theatertijd. Een uurtje later en dan kun je bijna alle voorstellingen spelen. Maar de grootste beperking is, wat wij nu horen, en dat was tot gisteravond 8 uur niet bekend, is dat we weer op 1,5 meter moeten spelen. En dat betekent dat je eigenlijk maar een beperkt aantal mensen in de zaal toe kan laten. En dat zorgt ervoor dat al die producenten, al die voorstellingen, zich weer terugtrekken. Want die kunnen, dat kan financieel niet uit. Dus dat betekent dat ze niet kunnen spelen en hun voorstelling of verplaatsen of cancelen. Het gevolg is dat we weer met een lege agenda zitten. Nou, als wij steeds horen krijgen, de theaters mogen we weer open, dan vraag ik me af wat daar nou precies mee wordt bedoeld. In dit geval betekent dat je mag de voordeur van het slot halen, maar er is niks om te zien. Ja, het is compleet onduidelijk waarom 10 uur nou, waarom dat daar nou voor gekozen wordt. Bij iedereen is bekend, en ik neem aan dat de mensen in de Tweede Kamer ook wel eens naar het theater gaan, dat een gemiddelde voorstelling niet om 10 uur klaar is. Dus dat betekent dat je met tijden gaan schuiven, ingewikkeld bij mensen die naar het werk moeten. En als je vroeg gaat beginnen, dat ze geen tijd hebben om te komen, betekent dat ze de kaartje teruggeven. Maar nogmaals, daar kun je nog wel enige mouw aan passen, maar 1,5 meter, ja, daar kun je geen soep van kopen. Ja, het groot chagrijn, omdat de verwachtingen waren dat we weer open mochten. En dat is de zoveelste teleurstelling. De teleurstelling voor het publiek, voor al die mensen die thuis zitten, voor de mensen achter de schermen, de ZZP'ers, de artiesten. Iedereen denkt, we mogen weer aan de slag. Het is einde in zicht, de kranten staan er vol van. Het resultaat is wij waarschijnlijk weer 4 weken achter de feiten aan moeten lopen. En dat allemaal niet doorgaat, want die voorstellingen kunnen niet doorgaan. Volgens Rob Roos heeft de cultuursector tijdens de pandemie bewezen dat de 1,5 meter in de branche veilig kan worden losgelaten. Er is geen enkel moment in de afgelopen 2 jaar aangetoond dat theaters een haard zijn voor besmetting. Dat is omdat we de zaken juist zo keurig en netjes regelen. De field labs, weten we nog, hebben aangetoond dat er geen besmettingen waren. Dus de logica ontgaat ons ook volledig. Waarom die theaters? We snappen het gewoon niet. Wees dan duidelijk, zeg gewoon je mag niet open. Dan weten we waar we aan toe zijn. Maar zeg niet je mag open, vervolgens zoveel voorwaarden stellen die ervoor zorgen dat we geen voorstellingen kunnen laten zien. Dan is het nog niet open. Ik bedoel, daar kunnen we niks mee. Daar word je behoorlijk chagrijnig van. En ik denk dat ik daarmee de mening vertaal van al mijn vakbroeders.